Het is 19 april en ik ben hier te gast op een zorgboerderij in Haaksbergen. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld die autisme heet. Of misschien wel in het leven zelf. Dat gaan we gedurende deze vlogs wel zien met elkaar. Ik ben vandaag op bezoek op een zorgboerderij in Haaksbergen om een rondleiding mee te maken met studenten van de ROC. Ik geef een gastles vandaag ook aan de studenten. Het is erg grappig. Alles wordt hier helemaal gestructureerd, netjes volgens de hele geef me de vijf methodiek. Bijna alles wordt bepaald, zeg maar. Maar wat schetst mijn verbazing? Mijn lezing is echt helemaal niet gepland. En er is nog een half uur uiteindelijk over voor mijn lezing. Blijkbaar zijn mensen alleen autismevriendelijk als ze ervoor betaald worden. Mijn visie is eigenlijk dat autismevriendelijkheid voor iedereen goed is. Niet alleen als er een diagnose autisme is, maar juist ook gewoon voor iedereen is duidelijkheid en voorspelbaarheid fijn. Maar we hoeven niet alles dicht te timmeren. Tenminste, zo zie ik het. En het is wel grappig om hier te zien dat er dan echt allerlei picto-schema's hier hangen. En dat er eigenlijk niks verkeerd mag gaan. Maar dat er toch uiteindelijk dingen verkeerd gaan. En dat is menselijkheid. Grappig is dat ik hier dan dadelijk een lezing geef en even een plaatje laat zien van het boek Plan B. Een titel die mijn collega en ik ooit bedachten met elkaar. Omdat we zeiden, ja, we houden met al die structuur, maken we mensen autistisch. Nou, dit wilde ik even met je delen vandaag. Herken je dat? Structuur is goed, maar te veel structuur is ook weer niet goed. Hoe vind jij je vorm? Waarin zoek je dat? En wat is jouw plan B? Laten we het maar gauw gaan doen voordat de structuur hier wegvalt.